super nice. Jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Twins TV. We hebben gelukkig leuke kennissen. Zijn naam is Kees en die rijdt dus een hele dikke BMW M2. En waarom hebben we nou per se deze twee wagens naast elkaar neergezet? Omdat ze toch aardig overheen komen. Kleine feitjes, ze hebben allebei dezelfde motor, maar met andere aanbouwdelen. Dus die van ons heeft standaard de witte 306 pk en deze heeft standaard 370 pk. Nou, om enige kans te maken tegen deze M2 natuurlijk, is omdat die van ons gechiptuned is, anders zouden we het gewoon zwaar afleggen. Standaard heeft een M2, als ik het goed heb, 475 Nm koppel. Die van ons heeft 585, nu na die chiptune stage 2 zeg maar. Dus hij heeft nu ook 340 pk uit mijn hoofd. Daardoor maken we nu eindelijk een beetje kans om te kunnen winnen van deze dikke wagen. In Mexico regent het ook af en toe. Dat kun je ook wel zien, we zijn in het buitenland. Want de vrachtwagens hier in Mexico, die komen uit, waar komen ze vandaan? Griekenland of zo? Roemenië. Dus ja, we kunnen niet echt een straatrace houden. Maar waar ik wel echt benieuwd naar ben is, hoe vindt Kees ons autorijden, nadat hij natuurlijk al maanden in een M2 rijdt? Ja, want hoe lang heb jij deze auto al, Kees? Vanaf een hele mooie datum, 14 februari. Oh, het is de Valentijn. Valentijn. Ik denk, ik kon hem ook die dag ervoor ophalen en ze 13 en toch ergens knaagd had. Dat doe ik liever dan niet. Maar ja, we zijn wel benieuwd naar wat jij van onze auto vindt. Dan gaan we nu eerst even een rondje rijden met Kees. En dan gaan we kijken wat hij van onze wagen vindt en hoe hij hem vindt rijden. Maar helaas nogmaals, het is een beetje nat. Dus we kunnen niet echt vol gas rijden, want als staat ESP op aan, heb je alsnog wielspinnen. Ja. Dus dat is niet echt leuk. Maar we kunnen wel een ervaring. We gaan het proberen. We gaan het gewoon proberen, let's do it. Let's go. Nou Kees, wat is je eerste indruk als je er zo in zit? Ja, stoelen zijn iets dikker qua hoe het voelt, maar voor de rest, ja, uitzicht is bijna hetzelfde. Het is verouderd. Het is het modeljaar ouder inderdaad, yeah. Dat kun je zien hier aan de controls, maar voor de rest, het zijn kleine puntjes. Ik zit een beetje hoog, misschien dat dat ook nog wel wat, maar ik kan niet lager denk ik. Maar voor de rest, joh, het is helemaal goed. Open dakkie, hetgeen wat ik niet heb. Oh. Maar ja, goed, en dan verbrand ik mijn hartstikke, dus dat doen we ook niet. Kunnen we dicht doen? Gewoon helemaal top. Nee, joh, wat de eerste indruk. Oogt hetzelfde, alleen dan wit. En voor de rest mooi met die carbonstripjes erop. Ja, dat vonden wij zelf ook. Dat die vorige eigenaar gedaan, leuke opties zijn dat. Ja, en bij deze is het dan in de lak. Bij mij, ik heb dan dry carbon noemen ze dat. Oftewel, dan voel je de structuur ook veel meer. Yeah. Alleen, het is wel minder carbon. Mm-hmm. Maar goed, voor de rest, joh, het zit gewoon heerlijk. Ja, je zit voel je dat het smaller is of is het ruimtelijkheid hetzelfde ongeveer? Nee, ik denk dat het verschil is er niet. Het is dat centimeterwerk wat je niet merkt als je aan het rijden bent, gok ik. Nou, laten we lekker gaan rijden. Check. We hebben de ESP al uitgezet voor je. Nou, zullen we het maar weer aanzetten dan? Zo goed kan ik niet rijden daarom, hè? Natuurlijk wel, je rijdt een M2. Geluidtechnisch valt hij trouwens aardig hetzelfde. Ja? Terwijl je wel vier uitlaat hebben. Ja, maar het is... Oh, je hebt ook M-Performance eronder, toch? Een echte M-Performance uitlaat, dat hebben wij ook. Ja, nou goed, in basis is het geluid gelijk. Ik denk alleen bovenin. We kunnen nog even in sportstand doen, dat heb jij ook, hè? Sportstand. Ja, heb ik er ook op zitten. Dan moet je even meer opletten. En als je dan heb je nog Sport Plus, is helemaal dat heb jij helemaal niet. Sport Plus opletten, is nog extra opletten. Ik moet zeggen, het rijdt eigenlijk nog zelfs soepeler als dat mijn auto rijdt. En dat is toch vanwege dat het onderstel wat zachter is. Ja, dat kan ik me voorstellen inderdaad. Voor de rest, ja, het pakt wel mooi op. Geeft ook een mooi klapje in de uitlaat. Die heeft van jou ook, toch? Ja, ietsjes harder. Is hij iets pittiger of niet? Hij is iets minder pittig tot de 5000 toeren. Nou, hij is vanwege het weer durf ik hem ook niet helemaal open te scheuren. Het is mijn auto niet. En is dit dan ook een DSG-bak? Dit is een DCT-bak, 7. Daardoor... Heb jij het toch ook? Ja, ik heb ook 7 bakken in. Ja. Ja, wij zijn gewoon super blij met deze auto. En elke dag dat we erin rijden, jongen, het is gewoon een droom die uitkomt. Dat we zoiets hebben kunnen kopen überhaupt. Ja, voor jou natuurlijk ook met je M2, denk ik, hè? Kijk, op een gegeven moment, je wil een keertje wat anders dan de rest. Met een 18-wiel aangedreven auto heb je toch even meer dat de spanning... Gaat het goed of niet? Ja. Het is sowieso meer speels. Ja. Daardoor ga je eigenlijk voorzichtiger rijden. Ja. En ik vind dat je ook misschien wel een beetje beter gaat rijden. Omdat je veel meer aan het checken bent van, kan het eigenlijk allemaal wel. Ja, net... precies. Zullen we even een paar keer gas geven, Kees? We gaan even rechtop en dan rechtstuk. Dan ga ik hem even stilzetten. Launch control?
Nou, zit het erop? Ja, heb jij dat ook? Ja, heb ik er ook op zitten. Ik heb vandaag voor het eerst gebruikt. Echt waar? Ik zie dat de wegdek aardig begint op te drogen, Kees. Dus ja, misschien wordt het wellicht een drag race straks. Ja, dan mag jij de natte kant. Oké, nou dan gaan we hem activeren. Doen we eerst ESP off, eerste stand. Spoorstand staat hij al in, manueel, achteruit. En dan moet je even een minnetje doen. Oké. En dan als je nu dus op je rem staat en vol gas geeft, dus linkervoet rem en dan vol. Schakelt hij ook zelf op dan? Nee, dan moet je zelf schakelen met flippers sowieso. En als je dan nu even vol gas geeft zonder je rem los, zie je finishvlag, zie je hem? Ja, nou, hou je vast. Nou, dit gaat lekker. Maar het gaat wel, hè? Het gaat zeker. Het heb er nog steeds tot 6000 toeren ging ik ongeveer. Mm-hmm. Vind ik eigenlijk wel heel mooi. Ik denk dat daarboven zit meestal niet zo heel veel meer. Met deze, in ieder geval bij mijn motor niet. Dus ik, ja goed. Maar voelt deze sneller of voelt hij gelijk? Of? Hij voelt iets minder snel, maar wel vloeiender. Mm-hmm. Het is bij, misschien toch door die chip misschien. Ja, het is, die M2 is wat dat betreft iets meer drama. Mm. Maar toch, als je met een M2 aankomt, heb je gewoon... toch even ander bekijks dan met deze eentje. Je hebt wel een beetje presence. Is hij wel een beetje vol gegaan? Of, Hij heeft de launchcontrole getest. Ja? Ja. Aardig tot 6000 jaar, nee, je hebt heel veel grip. Er is daar precies een droog stukje dat je hem even mooi kan uitproberen. Ja. Nou jongens, kijk dan, zijn grote broer, die is gewoon... En die is echt naar de sportschool geweest. Kijk hoe breed hij op zijn wielen staat, niet normaal. Ja, even een leuke feitje voor jullie. Ondertussen waait het heel erg, maar dat mag natuurlijk de pret niet drukken, want het is, de zon begint gewoon te schijnen ondertussen. Maar een leuke feitje is, als je een nieuwe BMW koopt, een M-model, dus een M2 in dit geval, die is dus begrensd vanuit de fabriek nog, omdat die ingereden moet worden. Dus die auto die kan niet al zijn krachten kwijt. En hij heeft inrij... Hij is begrensd op de vermogen, hè? Hij is begrensd inderdaad op de vermogen. En hij heeft inrijolie in de motorblok en in het differentieel. Dat wordt allemaal ververst bij 2000 kilometer, als ik het goed heb. En dan wordt de begrenzer eigenlijk eraf gehaald. En dan pas kan je echt vol gas met die BMW. En dat hebben ze natuurlijk slim gedaan, want zo gaat zo'n motor langer mee als je hem gewoon rustig inrijdt. Je kent het wel, als iemand net een BMW ophaalt en die dan wil je gelijk volgas. Maar launch control is dan ook uitgeschakeld en zo, hè? Ja, dus daarom heeft Kees hem misschien ook nog niet gebruikt. Nou, hij heeft hem net voor het eerst gebruikt. Vandaag toevallig zei hij ook, dus dat is wel grappig. Maar misschien nu rij je in die van hem? Of, ik durf niet te vragen, maar ik wil er wel graag naast zitten als dat mag. Dus om in ieder geval dat gevoel te beleven van een echte M-model. Ja. Kijk, we vergelijken niet onze 1 met een M2, dat gaat niet. Nee. Maar qua heel veel aspecten is hij wel hetzelfde. Ik durf het bijna niet te vragen. Maar sta ik alsjeblieft naast je mogen zitten om even een stukje mee te rijden? Of, we gaan eerst eventjes inderdaad dat ik ga rijden en dat we even gaan proberen. Ik heb net gezien dat jij ook aardig een potje kan sturen. Misschien dat we traction control met dit weer aanhouden, maar dat, jij mag voor mij ook even een oordeel geven wat je ervan vindt. Want nou, ik durf het eigenlijk niet te vragen, heb ik net ook de kijkers verteld. Maar als je het zo aanbiedt, dan... Kijk, ik kan het moeilijk afslaan, jongens. Ik ga eerst kijken of je niet in zijn broek plast. En als dat goed gaat en mijn stoel blijft droog, dan gaan we even wisselen en dan mag hij even sturen. Super, ik ben echt super blij. Kijk dan, wat een mooie optie zit erop, hè? Zeker. Vooral niet als mooie optie, of niet? Ja, dat is de goedkoopste die je erbij kan krijgen. Nou, even de gordel om. Wil je nog wat vertellen over de binnenkant van jouw auto, Kees? Volgens mij had je net de uitlaat er ook al op gezet. Ik heb wat moois gevonden. Ja, dat is inderdaad, daar heb je helemaal gelijk in. En dat heeft mee te maken dat die uitlaat waar je het net over had. Ja. Yeah. Die uitlaat, dat is een M-Performance uitlaat. Dat staat er ook op. Oh ja. En daar staat dan ook nog eens een keertje retrofitted adrenaline. En dat is eigenlijk gewoon een soort van dodemansknop. Maar dat doet eigenlijk alleen maar meer geluid maken en een paar knalletjes extra in sportstand. Voor de rest doet het niet heel veel anders als emotioneel. Het is emotionele snelheid, zeg maar. Zo.
Ik moet zeggen, het klinkt wel bijna hetzelfde. Ja, als klopt, je hem zo. Maar ik heb nog de uitlaat stil en ik heb de koudstart eruit gehaald, want die was toch wel vrij luid. En ik woon niet helemaal vrijstaand in de villa, dus vandaar. Ik heb de koudstart eventjes uitgeprogrammeerd. Het is te gek. om dus die M-Sport, om de uitlaat aan te zetten, sowieso moet je hier even een knopje indrukken. Oh. Want je mag hem namelijk niet zomaar aan en uit kunnen zetten, dat is bij wet. Dus. Oh. En als je dan nu, ik zal even het raampje open doen, misschien dat je dan een beetje hoort. Dan zit je hem even op sport. En als je nou nu gewoon gas geeft, die doet nog niks. Ja. En als je dan twee keer drukt, gaat hij open. Ik weet niet of je het op de camera kan horen, maar het verschil is... Wauw, wat even... Hier binnen hoor je het echt duidelijk, het verschil. Wauw, en je hebt een extra meter, zie ik. Klopt. Dat is wat een, doet dat? Dat doet eigenlijk wat er nu dan staat, is alleen als je rijdt, want dan kan hij er goed, dan krijgt hij pas zijn waardes binnen. Yeah. Maar je kan dus bijvoorbeeld nu, staat hier zo een koelvloeistoftemperatuur, olietemperatuur en dit is dan hoeveel turbo boost je hebt. Zo. En die, zoals, dit zat er al op toen je hem kocht? Dit zat erop dat ik hem kocht, meerdere minuutjes erin zitten. Je kan ook zeggen, dat ook nog. Ja, dit zijn de newtonmeters. En dan kan het nog veel verder met koppel en met torque, of met power en torque. Mm-hmm. Nogmaals, doet hij eigenlijk alleen als je rijdt. G-krachten kan je erop meten. Zo. Met dit weer heb je er niet zoveel aan. En zo zit er nog van 0 naar 100 ook een paar seconden dingetjes op dat die... Super nice. Dat zijn wel echt leuke opties. Die waarschijnlijk ook wel voor die van ons te krijgen zijn, maar... Ja, is ook voor jullie auto verkrijgbaar, maar goed, nogmaals, het is... Het lijkt me niet nodig. Het is, dat, voor het geld is niet ik zou, belangrijk. Ik zou het zelf niet bijkopen. Ik zou meer investeren in zo'n uitlaat die niet mag dan... Ik zie hem knipperen. Dat betekent dat hij aanstaat. Dat betekent dat hij in verbinding staat met achterin in de kofferbak, zeg maar. Daar heb je dus de ontvanger zitten die dus de klep aanstuurt voor de uitlaat. Nou jongens, daar gaan we. Eindelijk zit ik ernaast hoor. Zo, wat een wagen. Met die klep open klinkt die bruut. Dat is niet normaal. Zo. Hij remt ook nog, hè? Zo. Wat een ervaring, jongens. Wauw. Het voelt allemaal wel echt anders. Even feller dan. Even feller. Even... Ook minder stabiel. Terwijl het, je hebt bredere banden, plakkerige banden waarschijnlijk, als dat jullie eronder hebben. Ja. Maar het is een instrument voor het circuit. Dus even kijken wat de launch controller doet. Geen idee. De tweede keer dat ik hem gebruik. Het enige wat ik weet is dat je hem dus... Bij deze moet je hem ook ingedrukt houden, alleen dan 5 seconden. Dan gaat hij helemaal branden. Daar zo dynamisch rijstijl. Dan moet je hem op handmatig schakelen zetten. Oh, net als bij ons? Ja. Ja. Voet op de rem. En dan handmatig. En dan hard intrappen. Gas volop in. Ja. Wow, mijn hart zit in mijn keel. Ik weet niet waarom. Maar zo, een hele andere ervaring dit jongens, echt. Dus Kees, zeg je nou dat ik nu een rondje mag? Nou ja, het is een rechte weg, dus het wordt een rechte weg in plaats van een rondje. We gaan het heel voorzichtig doen en heel veilig natuurlijk, want we willen niemand in gevaar brengen. Zeker niet in Mexico. Zo. Wat een dikke wagen, niet normaal. Ik blijf het zeggen, ik blijf mezelf herhalen. En verbazen dat dit kan. En wat vind jij zelf van deze stoel? Die stoel, deze stoel is veel zachter dan die van ons. Oké, nou het voelt aan bij mij dus alsof hij harder is. Dat zit, we gaan gewoon even rustig rijden. Oh, ik moet wel zelf schakelen nu. Hoeft niet, kan ook automaat. Oh, oké. Nou, ik moet zeggen, hij is echt stug. En je voelt dat je echt op brede banden rijdt. En ja, en dat het natuurlijk een heel andere ervaring is dit. Het schakelen is ook wat pittiger. Je krijgt een, bij ons krijg je ook een dreun na, zeg maar. Alleen bij deze is die dreun na, zeg maar, als je schakelt, is nog groter. Dus dat is ook weer een heel ander gevoel, zeg maar. Je rem is gevoelig. Zo. Zo meteen even close-upje nemen van de schijven, dan snap je ook waarom. Wow, je rem is wel gevoelig. Nou. Oké, jongens, ik heb genoeg gereden. Ik heb het aangevoeld.
aangedurfd. Dat is ook nog een dingetje natuurlijk. Nee, maar... Dat is allemaal net een klein beetje meer. Niet onwijs. Ik denk dat als je het over 5 tot 10% hebt, meer beleving dan, dan die van jullie, zeg maar. Maar die van jou knalt niet als je terugschakelt, hè? Nee, maar die van ons deed het... Ja, dat is natuurlijk... Dat doet de tuner waarschijnlijk, die dat erin gezet om het een beetje spannend te maken. Zo. Dat remmen, daar moet ik wel echt aan wennen, hoor. Als ik rem, dan remt hij wel. Maar deze... Je wilt gewoon lekker stilstaan. Niet normaal. Ja, super bedankt voor deze ervaring. Ik heb wel eens eerder in de M2 gereden, maar... Toch niet zoals dat ik in die VIA mocht rijden. Dus hartstikke bedankt. Jongens, zien jullie wat ik zie? We gaan het nu kijken welke de sneller is. Is het de 1.35 of is het de M2? We gaan het zien. Als ik het goed heb gezien, jongens. Maar volgens mij heeft die van ons gewoon gewonnen. Willen jullie meer van dit soort video's? Vergeet dan niet te abonneren en een duim omhoog te doen. Want dan gaan we gewoon ervoor zorgen dat we vaker mensen uitnodigen op het kanaal. Om gewoon lekker te rijden, om auto's te vergelijken. Niet gedaan. We hebben genoeg over de details verteld qua motorisch en zo, maar nu gaan we de motorkap open doen om even te kijken wat nou echt het verschil is onder de kap. Dit is dan een upgrade, zeg maar, vanwege dat van BMW is dit een oliewisselaar die begeeft nog wel eens van Mosselman. Zo. Dus dat betekent dat hij ook eerder dus zijn kleppen openzet. Eerder de olie gaat koelen, waardoor eigenlijk de auto veel gezonder blijft, is mij verteld. Ja, ik denk alles wat glimt geeft vermogen. Nou, hier zo. 5 pk erbij, hè? 5 pk erbij en dat gewoon met mijn hand. Ja, super. Precies. Jongens, het waait ondertussen echt heel erg hard. Ik hoop dat jullie er niet te veel last van hebben, al heb ik een hele fancy microfoon op mijn camera. Ik weet niet of het genoeg doet. Ja, dit is het wel eigenlijk, hè? Dus wat? Eigenlijk, onder de kappen is het bijna hetzelfde. Nou ja. Bijna. Het motor zou hetzelfde zijn, maar de aankleding is totaal anders. Ja, je ziet dat de lucht inlaat gaat over een heel ander traject. Ik weet het niet, ik ben geen monteur, maar als je ziet hier dit gedeelte, is bij mij exact hetzelfde. Ja. Maar dat kan hij ook wel gewoon zo editen, hoor, dat er hier een Mosselman komt te staan. En dat het een beetje glimt. Sorry, maar 20 pk erbij. Ja. We gaan deze aflevering afsluiten. Ontzettend bedankt, Kees, dat je mee wilde doen in onze aflevering. Want zo steun je ons kanaal het meest. En natuurlijk, we hebben dezelfde hobby, die delen we. Dat is namelijk auto's. En we hebben een voorliefde voor BMW inderdaad. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat alsjeblieft. Kees is al sinds het begin geabonneerd. Bedankt daarvoor. Helaas heb ik geen pluim, maar wel een sleutelhanger. Dus deze overhandig ik erbij. Top. Yes, die wil je heel graag hebben. Dankjewel. Yes. Kijk, ik heb dus ook gewoon nog niks eraan, dus het zou allemaal perfect passen, hè? Ziet je sleutel er ook nog eens hetzelfde uit? Ja, joh. Bijna, hè, met die sleutelhanger eraan. Ja, kijk zo. Anders ruilen we gewoon voor sleutel. Ja. dat doe ik met mijn vrouw ook niet, dus nee, helaas. Nou, jongens, bedankt voor het kijken. We zien jullie volgende week vrijdag bij een nieuwe aflevering
Vergeet het notificatiebelletje niet aan te zetten. En we zien jullie dan gewoon. Ontzettend bedankt.